De jaarlijkse toekenning van Michelinsterren is altijd weer een stressvol moment voor menige topkok in Nederland. Met een chef-kok die nog maar kort in dienst was bij de befaamde keuken van restaurant Het Koetshuis in de Bossen bij Bennekom, was dat extra spannend. Het was ontzettend spannend. Ik ben natuurlijk een jaar werkzaam nu. We hebben een korte tijd kunnen laten zien wat we in ons mars hebben. Een chefswissel is altijd spannend. Dat valt op bij Michelin, dat valt op in Horeca Nederland. Dus Michelin is daardoor echt extra kritisch. En ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Heeft u ook nog ervaring opgedaan in andere restaurants van naam? Ja, klopt ja. Ik ben vroeg begonnen. Het cirkeltje eigenlijk weer rond, dat zal ik zo vertellen. Ik ben begonnen als leerling hier in het Koetshuis. Ben ik naar het Nonnetje gegaan, Harderwijk, 2 Michelinsterren. Van daaruit ben ik naar de Bokkenoos gegaan, ook 2 Michelinsterren. Daarna pak Heuvel gepakt, Rotterdam, ook 2 Michelinsterren. Toen kreeg ik heimwee naar het oosten van het land. Toen ben ik naar de Kromme Dessel gegaan en daar de laatste jaren als sous-chef van Tony Berendsen geweest. Aan welke voorwaarden moet je eigenlijk voldoen om een Michelinster te krijgen? Ja, dat is een vraag wat ik u eigenlijk niet kan beantwoorden. Waarom niet? Er is geen richtlijn van Michelin. Van je moet dit doen, dan krijg je Michelinster. Als je dit doet, krijg je 2. Dat is eigenlijk heel mysterieus. Maar wat we wel weten is... En wat ik vooral weet is dat je kookt voor je gasten. Dus als je lekker kookt voor je gasten, kook je ook lekker voor Michelin. Want gebruikt u ook lokale producten? Ja, zeker. We zitten hier natuurlijk op de Veluwe. Dus in de wildseizoen, dat is eigenlijk ons mooiste seizoen hier in het Koetshuis. De asperges komen er zo aan. Die probeer ik hier uit de Veluwe te trekken. We zijn zeker bezig met de streek, ja. De ster mag inderdaad in het Koetshuis sinds 1998 stralen. We zijn daarin al jaren altijd echt bezig om het uiterste uit de kwaliteit te halen. En nu met Tom Lamers als nieuwe chef hebben we het ook dit jaar voor elkaar weten te boeksen. Zeg, wat is het belang van zo'n Michelinster? Voor ons is dat een enorme toegevoegde waarde. We krijgen daardoor heel veel gasten uit totaal Nederland of zelfs uit het buitenland. Hè. Je hebt toch een bepaalde groep die echt filtert op Michelinsterren. Maar daarnaast is het toch een stukje elk jaar weer onderscheiding. Dat je toch denkt van ik heb echt wel goed mijn best gedaan. En ik ben blij dat ik toch weer die ster als beloning gekregen heb. Wat is uw mening over afhaalmaaltijden? Want die brengt u ook. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een klein beetje een noodzaak. Niet alleen een noodzaak. We hebben best wel een groep vaste gasten. En op deze manier proberen we toch een klein beetje toch contact te maken met onze vaste gasten die al jarenlang trouw zijn. En wat zijn de reacties van deze gasten? Heel positief, verrassend positief. Toch mijn persoonlijke mening over alles wat we normaal doen. Dat moeten we nou in een bakje doen in plaats van mooi opmaken op het bord. En we moeten wat meer nadenken. Wij maken het voor 93% klaar. En de laatste hand wordt thuis aan het gerecht gelegd door de gast zelf. En dus daar moet je wel goed over nadenken. Ze moeten het wel kunnen maken. Dus we moeten wel simpele technieken gebruiken. Dus dat is wel een heel groot verschil waar we normaal op het bord leggen. Of nu in een bami bakje. Nou heeft u ook al ervaring in 2 sterren restaurants. Mikt u hier ook voor op een 2e ster? Ja, zal ik heel eerlijk zijn. Dat is wel een ambitie van ons, een droom. Maar wij zijn heel blij dat we die eerste hebben kunnen behouden, halen. Het is maar hoe je het ziet. Maar in de toekomst, de passie en die is er wel, laat maar zeggen. We willen